jongens, welkom allemaal bij een nieuwe Pro Cycling Manager video en we zitten in de Bing Bang Tour. De voorlaatste belangrijke rit voor ons team. Top 5 en dan nog eens de Brussels Cycling Classic top 3. Dus we gaan de Bing Bang Tour volledig... Nee, niet volledig rijden. We gaan de tijdrit niet rijden. Dat weten jullie, dat doe ik niet. Maar we gaan de 3-4 vlakke rit rijden en we gaan dan de kasseirit en de heuveltjesrit rijden. Dus we gaan eens nog eens een volledige ronde doen, want dat is te lang geleden op deze channel. Dus waarschijnlijk gaat de Bing Bang Tour twee afleveringen innemen. En dan gaan we de Velta skippen en gaan we rechtstreeks door naar het WK om dit seizoen af te sluiten. Alleen, ik ga misschien wel wat highlights geven van de Velta, maar we gaan er geen doel van maken. En volgend seizoen gaat het waarschijnlijk het laatste seizoen zijn dat we voor een tijdje gaan doen. Met onze WOW to Glory. Het is genoeg geweest na vier seizoenen dan. We halen sowieso nog renders binnen, maar dan eventjes pauze van deze serie. En als we Sam Omen dan hebben, Zivakov en wat een Pauwless nog binnengehaald van Sky, ook een klimmer. En dan gaan we sowieso de drie grote rondes rijden in seizoen 4. We gaan er een lang seizoen van maken. Dus, no stress. Daartegen komt misschien de nieuwe Pro Cycling Manager al ver, ver uit. na die vier seizoenen. Dus uh, ja, op het gemak kunnen verder gaan. en zien wat het allemaal kan geven. Maar nu eerst de Bing Bang Tour. Waar dat we met Lawless gaan meedoen voor de sporten. We pakken Van Aert mee. We pakken Bjerg mee. Sima voor de sport aan te trekken. Gertzua, Drobne, uh, Skuns. En dan eens kijken of dat we nog iemand kunnen meepakken. Pierre Latour, Xherkaas of... We gaan Sherkazov ook nog meenemen. Voilà. Acht Laten we eens kijken. We hebben Tisje Benoot natuurlijk niet mee. Dus we kunnen de wereldkampioen. Um, de beide kampioen, sorry, niet in actie zien. We hebben hier wel de. oh welk land is dat? Jong, de laatste kampioen, denk ik. Ik denk dat dat Litouwen is. Skjuns. Dan hebben we hier Lawless, de Britse kampioen in ons team. We hebben Sima, die dat gewoon meer rijdt, En we hebben natuurlijk Walt van Aert, de wereldkampioen. Die dat ook meer rijdt, van ons team. En het kan zijn dat we dus wel gewoon heel het seizoen, allee, heel de Bing Bang Tour, in één aflevering gaan steken. We gaan gewoon simuleren tot aan de spurt. We gaan niet meegaan in vroege ontsnappingen en zo. Dus gewoon, we gaan altijd de spurtjes laten zien van de eerste vier ritten. Allee, de tweede rit is wel een tijdrit, maar dat simuleren we. En dan die andere drie gewoon altijd naar de spurt gaan. En dan zijn het nog twee ritten die we gewoon moeten recorden. Oké, okay, toch nog één dingske. In deze rit nog 17 kilometer te gaan en het peloton is uit elkaar gebroken. En dat is heel goed, want onze renners zitten hier allemaal nog bij. Dus hopelijk blijft dat uit elkaar. En is al heel goed voor ons eindklassement. Dus we gaan eens kijken. Die mannen van Sky, uh, van Sky, van Misselts en Scott. Die waren nu wel niets niet meer aan het doen. Dus we moeten zo rap mogelijk hier tempo zien te maken met bepaalde renners van ons. Als dat gaat lukken. Soa, kom aan, Trek de kop maar. Laat de rest maar volgen. Wie gaat er mee, wie gaat er niet mee. Finny gaat dat gat hier net niet dicht krijgen, of wel? Ja, wel? het gaatje gaat denk ik wel gedicht worden, omdat er niemand anders meegaat met. Wie is het hier? Garzoa. Kom aan, jongens. Je moet wel meegaan met hem, hè? Wat is dat nu weer? In ieder geval, iedereen zit terug bij elkaar. Garzoa rijdt hier het gaatje dicht naar de kopgroep. Dus uh, ja, nu gaan we het afwachten zijn tot de spurt. Oké, okay, jullie weten dat sporten mijn ding niet is, maar we hebben een treintje. We hebben een mooi treintje zelf. Met Wout van Aert en dan die Sima, die goed kan sporten van ons team, en Lauwless natuurlijk. Dus ik ben eens benieuwd wat dat gaat geven. Laules laat hier wel een gaatje op een of andere manier. Geen idee waarom hij dat doet. Maar we moeten. Kom aan, je moet mee zijn. Laules moet mee zijn. Drop 9, nee, je moet afhaken. Voilà, en nu moet Sima beginnen sporten. Sima trekt die sport aan voor Laules. Nog even. Nu moeten we eruit komen. Waarschijnlijk te laat. Gaviria rijdt hier al op kop. Gaviria op kop. Gaviria op kop. Maar Laules komt eruit. Laules wint de eerste rit van de Bing Bang Toes Voor Gaviria. Kort Nilsons. Barcagli. <laughs> Trentin. Van Poppel, Sima dan op 7, Phil is op 8, Christophe op 9 en Baptiste Pankaard op 10. Wout van Aert wordt 11, Degenkolp 12. En er is een gaasje gevallen achter Wout van Aert en Degenkolp. Dus misschien worden deze mannen op tijd aangerekend. En dat zou niet slecht zijn voor ons eindklassement. Hier staan we, ze hebben winnen is een sport. Hoe lang is dat niet geleden dat ik ooit eens een sport heb gewonnen? Fantastisch, Lawless. Voilà, nieuwe leider. Puntenklassement natuurlijk ook een leider. In het jongere klassement ook een leider. En in het ploegenklassement zijn we ook een leider. Oké, okay, etappe 2 en we zijn vergeten kijken of er nu al tijdverschillen waren tussen de eerste renners. En ja, we kunnen het momenteel even niet opzoeken. Hè. In ieder geval, er het 19 kilometer, er gaan geen grote verschillen worden opgemeten. Maar hier gaan we waarschijnlijk wel onze Trui kwijt zijn, Team Sky wint hier. Dan Quickstep, Dimension Data, Katusha, Mitchelton, Scott, Lotto en dan wij. Op 49 secondjes. Wat betekent dat voor het algemene klassement? Dat uh, Gianni Mascon nu de nieuwe leider is. Paulus, de render die volgend jaar voor ons gaat rijden, staat tweede. En wij gaan naar de 31ste plaats op 39 secondjes nu. Dat is jammer dat we hier tijd zijn kwijtgeraakt. Eén voordeel hebben we wel nog nu in etappe 3 vlakkenrit, is dat we altijd leider zijn in het puntenklassement, doordat er geen punten zijn gescoord tijdens de ploegentijdrit. Dus dat is altijd mooi meegenomen. Oké, okay, weer iets heel speciaals is gebeurd. Caviria met een lekke band. Heel zijn ploeg wacht. En wat moeten wij doen? Wij moeten doorgaan, hè. Want dat is eigenlijk onze grootste concurrent, dus we gaan iets speciaals proberen te doen. Oké, okay, dus wij hebben hier alles op 99 gezet. En nu is het kijken of dat de mannen van Gaviria het gaan kunnen dichtrijden, ja of nee. Ze zijn dichtbij, maar nog zo ver af. Sekoons nu langs de kant, nu Berg op kop, kom aan. Peloton breekt, peloton breekt, nog 49 renners. Iedereen valt, iedereen valt. Boani ligt er ook bij van Marken. Oh, er zijn weer toppers achter, er zijn sporters achter, zo moet dat. Goed bezig, team. Wel, Christophe zit er nog tegen. Koop, Kurt Nielsen, Bauhaus. Die zijn nog niet gevallen. Maar voor ons klassement, we moeten aan een klassement beginnen denken. Kom aan, goed zo. Kopgroep wordt nu pas ingehaald. Dus goed dat we hier die demarages nog doen. Opletten dat hier nu geen speciale dingen gaan gebeuren. Oké, okay, dus we zijn met 62 renners over en Gaviria is zeker en vast niet teruggekeerd en er probeert hij nog een groepje met Boa niet terug te keren Keukenleier is erbij, De Busser is erbij Jasper Stuiven gaat het hen lukken? dat is de grote vraag, want Wout van Aert gaat hier nu op de kop trekken met Sima, Lawless maar Van Poppel zit tussen ons dat vind ik niet kunnen Lawless, kom aan, je plekje verdedigen goed kom aan Sima zo rap mogelijk naar die kop laten gaan. Gaat er maar vanaf wat. Voilà. En we moeten op het juiste moment wachten. Wachten op het juiste moment. En dat is nu aangebroken. Kom maar, Gaviria is er niet bij. Gaviria is er niet bij. Plankaart probeert, maar het is Lawless die weer wint. Net op de val. Dat die wel echt een fantastische sport rijdt. Van Poppel dan... Op 3, uh, dan degenkoop op 4. 5e voor Trentin. 6e Woers. 7e Bauhaus. 8e Sima. 9e Christophe. En dan gewoon de rest van het groepje. Dat dan toch nog uit 80 renners is gaan bestaan. En zo staan we weer op het podium. Ze, op het eerste plaatsje. Paulus is nu de nieuwe leider geworden. De man die dat volgende seizoen voor ons rijdt. We blijven wel uit die top 10 weg voorlopig. Eerst in het puntenklassement, nu met wow, 15 punten voorsprong, dankzij Gaviria die geen punten pakt. Paulus is ook de beste jongere natuurlijk. En wij staan vijfde met onze ploeg. Nog 10 kilometer te gaan in etappe 4 en het is Tony Martin die weg is in de ontsnapping met Druids, met Trusveld, met Os, met Zweek, Laurens, Zweek, Holmes en Jarier gaan eraf. Maar ja, nog 9 kilometer, hè. we mogen ze niet laten winnen. Dan ben ik nog liever tweede in de sport, dan dat zij gaan winnen. Alhoewel, ja, dat, dat wel goed zou zijn voor ons puntenklassement, maar we gaan gewoon proberen om elke etappe te winnen natuurlijk. Dus nu Dropney op kop, ze biedt skeuns. dan wordt van Haart die dat het laatste stukje doet. En het peloton valt uiteen door deze aanval. We zijn met 40 renners weg, denk ik ongeveer. Dat is niet slecht. Kom aan, kunst nu naar de kop. Nog iets goed doortrekken voordat Wout van Aert eraan gaat beginnen. 54 renners, ja. 53, het komt terug samen. Gaat het samen blijven? Dat is de vraag. Kom aan, nog even. Voila, nu Moeder van de kop af. Wout van Aert nu op kop. 32 man. Kom aan, Woutje. Kom aan, Woutje, spurten. Sima gaat erop proberen over te komen. Va. Voilà. Dit is het moment om erover te gaan. Erop en erover over Wout. En dan kan Lauwes de gaan. Maar Christoph zit hier tussen ons. En nu is het moment zelf. Wout zit eigenlijk nog heel goed gepositioneerd. Maar Wout mag niet spurten, want die moet de rest zien af te houden. Sima gaat ook stoppen. Kom aan, Lauwes. Kom aan, hij zit ingesloten. We zaten ingesloten en gaan we nog tweede worden of derde. Christophe wint en wij worden nog tweede voor jaar Dan vierde en vijfde. Ik denk dat als we met Simade blijven sporten, dat hij misschien had gewonnen door de bochtjes die allemaal op het einde lagen. Dat is jammer. Tweede plaats, maar ja, na twee overwinningen mogen we al eens tweede worden. Hè? Dat is niet zo erg. Eén, uh, plaats twee, vier en 5. Oké, okay, nog minder dan 3 kilometer. En we gaan beginnen spurten met de Wout, met Sima en Laules natuurlijk. Ik weet niet of dat we echt goed zitten. Precies wel. Ja, 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 hier, Gaviria zit wel ingesloten. Laules heeft niet veel energie meer over. Dus we moeten eventjes wachten. Het is Spargali die vorige keer ook heel goed spurte. Die het nu goed doet. En kunnen we eruit komen? Dat is nu de vraag. We kunnen er nog uitkomen voor een tweede plaats. Of Christophe moet het halen. Maar Gaviria is deze keer echt de sterkste wij worden dus weer tweede nu voor Christophe en zo gaan we sowieso de leider blijven in dit klassement. En terug maar met 22 renners, als over de meet, binnen dezelfde tijd. Laten we nog eens naar podium kijken en Gaviria wint voor ons, Moscon blijft leider, Lawless komt terug in de top 10 binnen op een 17 secondjes op de zesde plaats. Nog altijd eerst in het puntenklassement, dat gaan ze ons niet meer afpakken. Dan het jongere klassement is nog voor Paulus. Dan Team Sky, eerste ploeg. Wij zijn altijd de vijfde ploeg. En nu de volgende rit is die rit met de heuveltjes. Dus ja, Laules gaat daar niets kunnen doen. Die mag een etappe uitrusten. Maar Wout van Aert moet het hier gaan doen. En de laatste etappe. Ja, gaan we moeten gewoon moeten proberen overleven met Lawless. waar Waardoor we hier al die bergjes hebben op het einde. Dus nu hangt het ervan af. Gaat Wout van Aert het doen voor onze ploeg, die min 1 heeft? Maar dan hebben we hier Drobne nog, die staat op 49 seconden in het algemene klassement. Maar hij heeft momenteel plus 3 klimmen, dus dat brengt hem op 69. Heuvels plus 2, 82. Uithouding allemaal een beetje omhoog. Dus misschien is Drobne wel de persoon om het mee te doen. Lawless gaan we natuurlijk proberen zo lang mogelijk mee te krijgen over die klimmetjes. En dan zal het ja, aan Wout van Aert of Drobne zijn volgens mij van mijn team. Bjerg is mee in de aanval. Oei, we waren hier een hele tijd op kop aan het rijden, dat is niet goed. We zijn weg met 6 renners en laten we voor de rest gewoon maar rondrijden. Monserre is mee, Dazonville, Biermans, Van Hooijdonk en Mullen. Oké, okay, nog 47 kilometer te gaan, we zijn ongeveer halfweg de beklimmingskus en het peloton is nog altijd samen, maar het is hier uh, Team Bahrein, BMC en Bora die hier echt wel de pace op aan het leggen zijn. Want je ziet, het brak weer heel eventjes, er kan weer heel even op, 25 renners nog. En ik heb het gevoel dat Wout van Aert niet echt top zit. Maar hier wordt echt wel goed doorgereden. Dus we moeten de koers zeker in de gaten houden. En een valpartij. Maar het was in de achtervolgende groep. Niet veel toppers staat hier nog tussen. Sima van ons team ligt erbij. En hopelijk zet hij hem recht. En kan hij verder rijden. Hij ligt er nog. Nee, oké. Okay, hij is al vertrokken. Oké, okay, geen probleem. Misschien dat er wel nog een topper bij is. Dat is Isa Maar ja, Teuns. Ik weet niet. Is dat Dylan Teuns? Edward Teuns. Oké. Okay. Um, ja, maakt niet echt uit. Voor de rest er gaat hier niemand terugkeren van die mannen. En BMC trekt dan de touwen op de Blarry. Doet met Paules. Dan Laules is zelf nog mee. Maar die gaat nu bijna doodvallen. Van Aert en Drobne voelen zich wel nog goed. Kom maar. Mooi vooraan blijven zitten. Wat. Dat is goed, jongen. Wie is dat hier fraailen? Gaat die de mareren fraailen? Nee, die gaat gewoon het tempo hoog houden. We moeten zorgen dat we mee zijn. Hè? Kom aan, Laules, Drobne, zit hier ook nog goed. Geen gaatje laten vallen. Voila, we zijn mee. Nog 27 kilometer te gaan, maar check. Veel energie is er niet meer over bij mijn ploeg. Van Aert, help Drobne maar. Ik zie dat Drobne de betere is. En Laules is ook nog mee onbegrijpelijk, maar hij doet het wel. Met nog 18 renners zijn we weg. En er komt een aanval van Betil. Wie gaat er mee hofsteden? Fraile, Laules gaat zo lang mogelijk proberen meegaan, natuurlijk van aard Drobne? En ik denk dat Betil gaan vliegen is. Bethiel is de sterkste. We moesten top 5 eindigen in deze Bing Bang Tour, dus dat gaan we dan ook proberen te doen met Drobne. Laules is ook nog mee, fantastisch, maar je moet nog twee beklimmingen zien te overleven. Wout van Aert is dood. Kan hij in die mannenholder Willy hangen, voor misschien toch nog het gaatje dicht te krijgen? Geen idee, in ieder geval Hofstede wordt weer ingehaald en Betiol, ja, wordt toch ook precies nog ingehaald. We moeten lossen net voor de laatste klim. Dat is echt zonde. Op 7 kilometer van het einde, Stibar is weg met Bernal, met Bettyol, Paulus, McCarthy is mee naar Navares. En wij komen hier net achter. Ten welez is nog achter ons, maar deze is echt zo zonde. Kunnen we dit gaatje dicht krijgen met misschien ons even op 99 te zetten? Terwijl we wel eens alvast nog een klimmetje moeten doen. Nee, wij gaan niet meer komen. Bernal, Stibar, Bettiol, zij gaan voor de overwinning strijden. En wie wordt het? Wordt het Bernal? Bora heeft een hele dag heel veel werk opgelost. En die in Bernal gaat het doen, Proficiat voor Stibar. Dan Paulus wordt derde, vierde McCarthy, vijfde Bettiol, zesde Navares of wel eens misschien nog, want wij worden hier ingehaald met onze Drobne, helemaal doodgereden. Hier komt hij over de meetse op de tiende plaats. Waar is Van Aert? Hier is Van Aert met Laules nog. Niet slecht gereden, maar op 4 minuten. Laten we dan eens kijken. Hè. Dus Bernal wint de etappe. Paulus blijft leider. Wij zevende. Laules nog altijd in die top 10. Net niet genoeg voor die top 5 positie op het moment. Hè. Piermans, Laules nog het beste sporter. Paulus, beste jongere. Team Sky, beste ploeg. Wij staan vierde als ploeg. En dan nu de laatste etappe nog van deze Big Bang Tour hier, vlak met op het einde een heuveltje. Dus we moeten met Drobne hier iets proberen te forceren. Oké, okay, we zitten op 20 km in de laatste etappe. Lauwles was eventjes achtergeraakt, maar we proberen zo rap mogelijk terug te geraken met hem. Dan hier vooraan in de koers, de koplopers hebben nog altijd mega veel voorsprong, nog 4 minuten op het eind. En als we eens kijken, er is niemand die ons iets kan doen in het klassement. Dus eigenlijk mogen ze zo goed als wegblijven voor ons. Dat maakt niet zoveel uit. We moeten gewoon op het einde wat tijd zien te winnen. Met drie. Zodat we. Hoeveel tijd pakken? We moeten wat 40 secondjes zien te pakken op sommige renners. Oké, okay, de kopgroep moet nog 5,6 kilometer rijden. Met Le Bon op kop, dan hebben we hier nog een groepje. Met Tim Welles. zou je normaal toch echt wel de beste moeten zijn van deze groep. Uh, en dan komen wij met Bjerg op kop, dan wat van haar, Drobne in het Wiel en dan Lawless. En we gaan proberen om zo goed mogelijk de muur over te geraken, natuurlijk met Drobne. Dus we zijn onze spurt nog altijd aan het inzetten. Bjerg mag ze stoppen. Nog heel even, voilà. Nu is het tijd aan Woutje Van Aert. En dan gaan we eens kijken wie dat er nog mee gaat. En Lawless, we proberen met hem mee te gaan. Maar hij is natuurlijk niet de belangrijkste persoon voor ons. Want hij ja, kan toch geen etappe niet meer winnen. Dus eigenlijk moeten we met hem nu het gat laten vallen. Voilà, en dan Drobneet moet gewoon proberen mee te gaan. Dus wie gaat er hier mee? Bernal is mee, Moscon is mee. Wout Van Aert trekt nog altijd de pace. Hier in de kopgroep is nog altijd Le Bon op kop. Maar eens zien, hè. is iedereen hier mee in deze groep? Precies wel, en wel dat er nu een klein gaatje valt, wat is stevig aan het doortrekken. Laules is ook nog mee, of mm, ja, er vallen hier gaten in ieder geval. Uh, Wout, rij maar op kop, misschien iets minder hard, want Robine zit niet zo goed in vorm. Niet meer precies, kom maar wat. Lauwless is achter, daar gaan we het gaatje niet mee dichtrijden. Kom aan, Wout erop, nee, erachter. Oh, en het is nog uh, Finishberg op ook. Dat ook nog eens, Le Bon. Oké, okay, goed bezig. Dan de bot. Tim Welles wordt derde. Jarnier van Marken was mee. En waar zijn wij? Wij zijn dus hier. Dan hier een groepje achter ons. En we gaan kijken of dat we hier iets van kunnen maken. Hè. Van deze etappe nog twee kilometer ook voor ons. Wout van Aert trekt nu weer door. Want die mannen mogen niet in hetzelfde groepje eindigen als ons. Komaan, Wout goed aan het doorgeven. Drobne is wel kapot, maar dat maakt niet uit. Wout is niet kapot. En we gaan eens kijken. Hè. Dus Wout komt hier over de finish. Kartsoa valt van ons team. Sjerkazov. En gaat hier tussen Drobne en Stibar tijdverschil zitten? Dat is de vraag. Stibar kwam nog heel dicht, dus misschien niet. Maar dit was onze enige kans om iets te doen. Te proberen en Gaviria was nog eens gevallen. Het was onze enige kans om iets te proberen voor nog in die top 5 terecht te komen. Dus ik ben echt benieuwd wat dat de eindstand is. Dus Le Ball wint, dat wisten we. Eindklassement is voor Paulus. En yes, Drobne komt in de top 5 terecht. 1 seconde hebben we nog over op Reichenbach. En Le Ball komt op die zesde plaats. Amai, dus dan hebben we echt nog wel een kans gehad dat we achter die groep hebben gereden. Oh, Betty Oll wordt derde, Stibar tweede en Paulus wint hier. De render die volgend jaar voor ons gaat rijden. Oh, Spursklassement is voor ons. Met Lauwless, jongere is voor Paulus. Team Sky wint, wij zijn de tweede beste ploeg. Oké, okay, de mama's hè. Dus uh, Drobne was 19 in deze rit. En ja, er is tussen Stibar, is er dus een paar een halve minuut gerekend. Dus uh, dankjewel, Wout van Aert om hier kopwerk te doen voor Drobne. En dat we zo onze sponsordeal hebben kunnen halen met Drobne. Dat is heel goed, want dat was 2,5 sterren waard. Dat was redelijk veel nog. Uh, dus Jansen in het begin van het seizoen. Dan Wout van Aert, Laule Scherts. Wout van Aert is benood, is benood, is benood, is Dromne. Nou ja, dat was etappe top 3. ja Hier een kruisje, jammer genoeg. We hebben nog maar 3 kruisjes, dus eigenlijk heel goed bezig. Maar voilà, dat was dus augustus. We gaan richting de Velta, maar de Velta ga ik simuleren. En ik zie jullie bij de allerlaatste wedstrijd van het jaar, en dat is het WK.